Nou, we zijn titelverdediger, dus eigenlijk niets anders dan opnieuw weer de titel. Het is een hele zware competitie en iedereen kan voor iedereen winnen. Je kunt zelfs van een van de lagere geplaatste teams verliezen. Of nieuw puntverlies oplopen. Ja, dan kan je aan het eind van de rit fataal worden. Hebben jullie in de zomer nog nieuwe namen binnengehaald? Nee, we hebben geen nieuwe namen binnengehaald. We hebben een fantastisch team. Ik ben heel blij dat we het team weer bij elkaar hebben kunnen houden. Dus we spelen in ongewijzigde formatie. En wie zit er in dat team? De basis bestaat uit Raymond Zwets en Michel van Silvoud. En bij Toolbut spelen Frederik Coudron en Ludger Haflik. En daarnaast hebben we nog een tweetal reserves, Dave van Geel en een andere Duitse, Karsten Lessig. Dat zijn niet de minste namen? Nee, dat zijn allemaal kampioenen van hun land. Europese kampioenen, wereldkampioenen. En ja, wie er boven uitspringt is Frederik Coudron. Met de meeste titels die een biljart kan halen in de wereld. Dus. Nu zijn jullie niet de enige eredivisionist in Doetinchem. Natuurlijk de Graafschap genereert veel aandacht. Jullie iets minder. Wat vind je daarvan? Ja, eigenlijk, ik snap het. Want we zijn natuurlijk niet een televisiespot nummer 1. Maar het is ook een beetje het kip en ei verhaal. Dus naarmate je minder zendtijd hebt, heb je minder sponsoren. Als je minder sponsoren, minder geld. En dan heb je weer minder media-aandacht. Dus dat is een beetje een cirkeltje. Wat we willen zien te doorbreken. Ja, ik doe er heel veel aan. Naast de website van de vereniging die we hebben, hebben we een eigen Facebook-account. Ik stuur 2000 e-mails voor elke thuiswedstrijd. Ja, alles wat we kunnen doen om het sport in de publiciteit te brengen, dat doen we. Tijdens de kampioenswedstrijd hopen we op een volle veemarkt. Ja, absoluut. Dan hopen we dat het net zoals... Niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, toen hebben we een keer 150 mensen binnen gehad. En dat is echt voor biljarten heel erg veel. Veel meer kunnen er niet om drie biljarttafels heen zitten. En dat was wel echt genieten.